Ga verder met ons voorbeeld van poker, van de 5-card draw. Dirk die speelt 4 van deze potjes achter elkaar. En wat is de kans dat hij na het delen bij 3 van deze potjes minstens 2 hartenkaarten in zijn hand heeft? Dus de kans dat hij bij 3 van de 4 potjes minstens 2 hartenkaarten in zijn hand heeft. Is er sprake van een binomiale verdeling? Dirk die heeft dus wel die 2 hartenkaarten of minstens 2 hartenkaarten in zijn hand, of hij heeft het niet. En de kans op succes is elk potje hetzelfde. Hè? Elke keer als je deelt is de kans dat je in je hand hebt minstens 2 harten, is bij elk potje hetzelfde. Dus het is een binomiale verdeling. Als ik het netjes opschrijf, begin ik met het definiëren van x. X in dit geval het aantal keer dat ik minstens 2 harten heb. X is dan binomiaal verdeeld met n is 4. Ja, en die succeskans die heb ik nog niet uitgerekend. En die succeskans dat is dus de kans op minstens 2 harten. Minstens 2 harten. Dit was een trekking zonder terugleggen. Dit hebben we net uitgerekend. Het was de 1 min de kans op hoogstens 1 harten. Dus 1 min 13 boven 0 keer 39 boven 5. Gedeeld door 52 boven 5. Min 13 boven 1 keer 39 boven 4. Gedeeld door 52 boven 5. Daar kwam uit 0,367. Sla die succeskans ergens op in je rekenmachine. Die heb je misschien nog vaker nodig. Je kunt hem onder de waarde, je kunt hem bij A opslaan of je kunt hem bij P opslaan. Maar dan kun je hem in ieder geval weer terugroepen als je hem nodig hebt. Of je maakt gebruik van ANS als je hem direct weer nodig hebt. Ik wil uitrekenen de kans dat x is 3, dus 3 keer succes. Op de TI maak je gebruik van de binom PDF functie. 4 keer doe ik het experiment. Dan die succeskans die ik heb opgeslagen, bijvoorbeeld in de letter P. En ik wil 3 keer succes. Als ik dit intik, krijg ik 0,125. Dus de gevraagde kans, de kans dat je bij 3 van de 4 potjes minstens 2 hartenkaarten hebt, is 0,125. Wat is de kans dat hij meer dan 2 keer precies 1 aas in zijn starthand heeft? Dus Dirk speelt weer 4 potjes. En wat is de kans dat hij meer dan 2 keer precies 1 aas in zijn starthand heeft? De succeskans bij deze binomiale verdeling is de kans dat hij 1 aas heeft. En om die kans uit te rekenen, maken we 2 groepen. 1 groep met de azen, dat zijn er 4. En 1 groep met de niet-azen, dat zijn er 48. X is het aantal keer precies 1 aas. X is binomiaal verdeeld, je doet het 4 keer. De succeskans P, dat is de kans op 1 aas. Dat is 4 boven 1, keer 48 boven 4. En dat deel je door 52 boven 5. Daar komt uit 0,299. Dus de kans dat X is groter dan 2. Dan ga ik voor de, als je van de TI gebruik maakt, moet je die weer even omzetten. In 1 min, en dat wordt in dit geval de kans op x kleiner gelijk aan 2. Dus de kans dat x meer dan 2 is, is 1 min de kans dat x kleiner of gelijk is aan 2. Dan kan ik weer die binom CDF functie gebruiken. 1 min binom CDF, 4, p, want ik heb die 0,299, die heb ik in de variabele p gezet, 2. En daar komt uit 0,083. Dus de kans dat je bij 4 potjes bij meer dan 2 keer precies 1 aas in je starthand hebt, die is 0,083.